hou ook heel erg van snelheid. Met een elektrische motorfiets. Ja, je zit gewoon bij het stoplicht. Ja, trekt iedereen eruit. Ja, ik vind het wel kicken. Ja, daar zijn we weer hoor. Op de Automotive Campus in Helmond. En vandaag bezoek ik het bedrijf Electric Motorbikes. Ja, de naam zegt eigenlijk al genoeg. Elektrische motorfietsen. Maar hoe of wat, daar gaan we nu achter komen. Let's go. Dit is nog eens een opening, Gert-Jan. Hey. Dag. Goedendag. Meneer. Hoe is het? Ja, prima. Wauw, wat een ding, hé. Zo. Ja, fraai, hè? Bijzonder. Vertel hier eens wat over meteen, want ik vind dit wel echt heel bijzonder. Dit is onze Johammer. Er is een hele beperkte oplage van gebouwd in Oostenrijk. En hij is op alle manieren bijzonder. Maar hier kan je op zien hoe hard hij gaat. Dat is de display. Dat zie je dashboard. Oh, dit is de kilometerteller. Ja, alle info kun je daaruit uitlezen. Hier is de status van de accu. Okay. Ja, je hebt meerdere motoren waarschijnlijk. Ja. Zullen we daar naartoe gaan? Ja, laten we dat doen. Ik heb er wel zin in, man. We gaan even kijken. Hier gebeurt het denk ik allemaal, hè? Kijk, ja. Hier staan ze dit is keurig opgesteld. Maar voor de duidelijkheid, jullie produceren hier niet de motoren, jullie verkopen het eigenlijk in principe alleen, hè? Ja, we zijn echt een leverancier, maar ook op de manier dat we meer willen zijn dan alleen maar een leverende motorzaak of een motorzaak die de motorfiets onderhoudt. De campus hier is natuurlijk op een unieke locatie met een snelweg die eigenlijk dedicated voor de campus is. Dus mensen kunnen goed ervaren en alle verschillen ontdekken. Wat is het nu in de elektrische motoren is al heel veel te kiezen. Prijstechnisch, maar ook qua vermogen en qua actieradius. Ja, wat kan en wil jij me nog meer laten zien? Nou, we kunnen nu eventjes naar buiten gaan, want daar is Guy nu bezig, ook ter promotie, de motorfiets van Willemijn die wij geleverd hebben, van Serious Business, om daar wat foto's van te schieten. Dus lijkt me leuk om daar... Oh, die zijn hier nu allemaal? Ja, die zijn er nu, dus dan kunnen we gaan kijken. Daar gaan we. Ja? Oké. Dank je. Voor jou? Ja, dit is voor mij. Hoi. Ja? Meneer. Hoi, Willemijn. Hoi. Wauw. Wat? Hij is vandaag? Wat is ermee gebeurd? Hij is onlangs gerapt. Dus helemaal zo'n geweldige motorfiets in stijl nou van mijn eigen bedrijf. En ik vind dat het heel mooi duurzaam plaatje bij elkaar past. Ja? Een duurzame motorfiets en een duurzaam bedrijf. Want waarom heb je een elektrische motorfiets? Ja, voor mij is een elektrische motorfiets dé manier om iets heel leuks te kunnen doen zonder me schuldig te voelen over het gebruik van fossiele grondstoffen. Ja, dus ik ben heel logisch, ik ga proberen plastic afval te voorkomen, kan ik niet aan de andere kant gewoon vrolijk bij de benzinetank staan. En ik hou ook heel erg van snelheid met een elektrische motorfiets. Je zit gewoon bij het stoplicht, trekt iedereen eruit. Ja, ik vind het wel kicken. maar wat ik wel heel gaaf vind, is als je onder een tunnel of een viaduct doorgaat, dan hoor je bij mij niet heel veel herrie, maar dan... Ja, ik ben net Batman. Ja. Gert-Jan, wat een moment. Ja, je bent vandaag precies op het juiste moment. We krijgen vandaag onze tweede Alrendo aangeleverd hier in de Benelux. Ja. Ja, dat is toch een feest om die te ontvangen, maar ook weer mooi te verzorgen om naar de klant te brengen. Dus dat is absoluut een feest. En hier heb ik toch wel een speciale band mee. Samen met mijn collega Guy Salens van het e-center hebben we hier heel veel energie in gestoken om hier ook de distributeur, de importeur van te kunnen zijn. Dit gaat lukken. Dit gaat lukken. We moeten ervan uit kunnen gaan dat meneer dat vaker doet dan dat wij dat doen. Ja, je vertrouwt het even niet, hè? Je stond nog net niet zo, hè? Om op te pakken. Even kijken wat er mee gebeurt. It's oké. Okay. Ja, die man. Ja, ik zie al wat en in je handen wrijven. Ja. Nee, mooi, dat wordt doorgekijkt. Omdat ik gewoon weet, want ze een echte grote lijst hebben om mensen te laten rijden daarop. Mm. Jos, ik heb mijn gereedschapskist hier in de bus zitten.
Jos, we gaan naar rechts. Zeg maar, hè? 3, 2, 1. Hopla. Zet op. En? Ja, dit is... pas op. Ik vind de kleur heel mooi. Ja, het is een waanzinnig stoere motor, hè? Echt, heel vet. Er wordt ook nog een stuur op. Ja, nee, dat is wel handig, toch? Ja, dat die erbij zit. Ja. Nou, we gaan die straks, dat wordt waarschijnlijk na het weekend, ga ik die verder afbouwen. Ja, je gaat niet overwerken om het helemaal, dat je zo enthousiast bent. En ik ga het hele weekend overwerken door naar Oostenrijk te gaan. Oh, lekker. Wat ga je dan doen? Met een Johan gaan we kijken wat we daar verder mee kunnen. Dus dat, alles wat we moeten horen natuurlijk. Oh, lekker hoor. Ja, zo mooi. Ja, Gert-Jan, staan we hier nog voor een paar? Ik wil jou in ieder geval bedanken voor vandaag. Heel graag gedaan. Als ik jou een vraag stel, hè? Waar sta jij met jouw bedrijf over 5 jaar? Wat zeg je tegen me? Wat ik belangrijk vind is om uit te dragen hoe prettig vervoer op 2 wielen kan zijn. En hoe we daarmee ook de verkeersdruk terug kunnen halen, terug kunnen dringen. Amsterdam heeft al aangegeven dat ze vanaf 2030 gewoon binnen de ring geen brandstof, geen uitstoot voertuigen meer willen hebben. Dus het gaat heel snel, niet dat je geen voertuig meer kunt kopen, maar gewoon dat je geen voertuig mag gebruiken wat nog uitstoot heeft. Ja, jouw enthousiasme gaat er zeker niet liggen. Ik ga je nogmaals bedanken, Gert-Jan. Jij heel erg bedankt voor je komst en bedankt voor jouw belangstelling. En kom nog een keertje terug om eens een ritje te maken. Mag ik een testritje dan maken? Ja, tuurlijk. Gaan we doen. Hey, tot ziens. Dag al.